Sparta naar voren. De Sparta Podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. En met Jos van Eck. Van harte welkom voor de tweede keer dit seizoen. Ja, leuk. Ja, vind ik ook. Oud trainer, oud speler, vooral supporter. En je bent onze gast in de laatste podcast van dit seizoen. Maar het gaat wel een hele bijzondere worden. Want we wilden het natuurlijk gaan hebben over het fantastische jaar van Sparta. Dat gaan we ook doen. Maar er is een nieuwtje tussendoor gekomen. En daar gaan we het uiteraard bij stilstaan. Natuurlijk. We gaan het hebben over Maurice Steijn. Wat heeft hij neergezet? De hele vreemde huldiging van afgelopen zondag. En natuurlijk ook over zijn opvolging. Maar Ruud, daar wil jij gelijk iets over zeggen. Niet gelijk. Nou, ik wil graag dat volgens jij daar gelijk iets over zegt. Nee, wilde juist niks zeggen. Weet je, als Sparta in de zoektocht naar een nieuwe trainer terechtkomt bij een hele goede vriend van mij. Dan gaat voor mij vriendschap boven journalistiek. Weet je? Dus ik kan niet alles zeggen gewoon. En nu zullen mensen die luisteren kijken wel denken, ja, gaat het dan niet zitten? Nou ja, dat heb ik ook overwogen, maar jullie hebben gezegd. Wij hebben gezegd, Anton, Ruud moet gewoon zitten. Ja. Maar als het over Greg Berhalter gaat, dan weten we dat hij met een beetje meel in de bond. Dus we hebben nu wieltjes onder zijn stoel geïnstalleerd. En ik heb hier een knop. Dus, het is ongemakkelijk. Het is voor mij ongemakkelijk, maar als Greg uiteindelijk de trainer van Sparta gaat worden. Maar dan gaat dat ook mijn positie in deze podcast veranderen. Want ik ga hier niet een vriend beoordelen onder geen enkele voorwaarde. Dus dan hoop ik dat hij niet komt. Ja, nou ja, het zal wel, maar... Ja. Zou je zeggen, Anton? Ik zie dat je iets heel dringends hebt. Ja, nou komt hij nou wel of niet? Ja, weet het. Nee. Bij jou ligt de sleutel. Ik kan straks, maar laten we eerst ook even Jos aan het woord over wat hij ervan vindt. Maar gedurende deze podcast kan ik wel een soort van inzicht geven in over wat er nu gaande is. Nou, dat straks. We gaan lekker beginnen. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Want ik wil graag terug naar zondagavond 8:15. Dat was het moment waarop bekend werd Ajax wil Maurice Steijn. Wat was jullie gevoel toen direct? Ik vond het heel opvallend. Ik had nooit gedacht dat Ajax bij Maurice Steijn uit zou komen. Hij heeft natuurlijk fantastisch gedaan bij Sparta en ook bij die andere clubs waar hij heeft getraind. Maar Ajax, ja, dat is wel een ander verhaal, denk ik. Wat dacht jij, Anton? Nou ja, wij stonden natuurlijk op een hele gekke plek toen dat begon rond te zingen. Namelijk voor het kasteel, waar precies op dat moment die bus het parkeerterrein opdraaide, waar die jonge fans hun vuurwerk begonnen af te steken. Net als de vorig seizoen, toen er echt iets te vieren viel. En dus het was eigenlijk totaal surrealistisch wat daar gebeurde. Want dat begon te gronzen. En echt, ik heb al 20 keer tegen mensen gezegd. En andersom ook. Ja, dat is een grap. Dat is niet waar. Maar als je dat 20 keer hebt gehoord, dan denk je van wat is hier nou aan de hand? Even een kleine nuance. Je zegt vorig seizoen, toen er echt iets te vieren viel. Viel er nu niet echt iets te vieren. Ik vind juist dat er dit seizoen meer te vieren is dan vorig seizoen. Ja, maar je weet ook wel op welk niveau je verliest. He? Zelfs nu, jawel, dat is een anders gevoel dan als je echt die bal meer erin hebt getrapt. Maar dat als, toch je verloren. Als je zesde wordt, dat, zeker. Daar hoort een feest bij van ongekende grootte. Ja, maar dat was het niet. Nee, dat was het niet. Dus we stonden met 1000 man en de sfeer was timide, ook voor het nieuws. En de huldiging die volgde, maar daar gaan we het later over hebben, volgens mij was ook gek. Maar de eerste reactie was er een van ongeloof. Dat merkte je heel erg toen, ja. Ja, nu niet meer. Als je goed over nadenkt en al die profielen leest en al die redenen waarom je Steijn wel zou moeten hebben, snap ik wel waarom ze bij hem uitkomen. Steeds meer eigenlijk, want hij heeft wel goed werk geleverd. Maar op dat moment dacht ik, het zal toch niet? Het was 8 maart en op 8 maart zat Maurice Steijn hier en hij zei, ik wil graag langer bij Sparta blijven. Ik heb de intentie. Die letterlijk. Ik blijf 100% bij Sparta, heeft hij ook gezegd. Wat zijn die woorden waard geweest? Kijk, hij heeft niet voor niets een clausule in zijn contract staan bij positieverbetering. En dat die staat er niet voor niks in. En dat is ook logisch. Ik vind dat een club als Sparta geen speler en geen trainer ook die kans mag onthouden. Stel Jos, jij was trainer van Sparta en Ajax komt, dan gaat toch kriebelen? Dat is toch iets ongelooflijks? Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, dat wil ik. Dat neem ik Steijn echt niet kwalijk. Nee, ik vind het ook logisch dat hij daar voor open staat. En iedereen die hier aan tafel zit weet ook hoe de voetballerij is. Weet je, iedereen zegt we blijven en we doen dit. Maar als er iets anders komt wat mooier, groter, beter is en waar je ook veel meer geld kan verdienen. Ja, 99% van de mensen doet het gewoon klaar. Maar als ik jullie zo hoor, is het verhaal dat wij hadden met elkaar. We bouwen aan iets, dat is echt uitgesproken. Dat is dan opeens minder waard. Want ik hoor jou zeggen, ik krijg kriebels. Nee, maar ik bedoel, je kan toch zeggen, wij willen iets bouwen. Maar voor iedereen die meebouwt, kan dat toch gelden?
als er een unieke kans komt, en dit vind ik een unieke kans, dan moet je die persoon dat gunnen. En dan gaan die andere personen die achterblijven verder met bouwen. Zeker, maar wij praten hier natuurlijk vanuit Sparta. En dat bijna nederige van we zijn er trots op. Nou, nee, okay. dat is groots. Dat is niet nederig. Jij legt het verkeerd uit. Nou, ik hoor het jullie ook zeggen en ik snap dat hij dat wil doen. Maar we waren wel met iets bezig. Dus de knauw die wij krijgen van zijn vertrek is een forse knauw. Nee, de roze wolk, daar zijn we wel vanaf gedonderd door deze knauw. Jij. We zijn met iets bezig. Dat is echt... Nou, en daar verandert wel eens een poppetje in. Want als Lauritsen weggaat, moet daar ook een ander poppetje komen. En als Kitolano weggaat, moet er ook een ander poppetje komen. En dat geldt ook voor de trainer. Dus, deze ingezonden brief, die begrijp je wel, Anton. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Ed van der Touw was een van de mensen die ons heeft geschreven. Die zegt, beste heren van de podcast, Sparta naar voren. Wat voor gevoel hebben jullie bij Steingate? Want ik voel me een beetje in de maling genomen door onze trainer. En misschien het bestuur van Sparta ook wel. Heb jij dat gevoel ook, Anton? Nee, maar... Jos niet namelijk, zit hij al gelijk nee te schudden? Nou, we zijn een tikje in de maling genomen bij de speeches tijdens de huldiging. Want dat was natuurlijk heel gek hoe dat ging. Jij stond daar bovenop. Ja, dat was een hele rare avond. Ja, we hadden het allemaal gehoord. En vanuit het publiek, want daar stond ik, naar boven zag je alleen maar bedrukte gezichten. Maar je zag ook vraagtekens op die gezichten. Dus dat was een hele gekke combi. Ik dacht echt van, oké, ze kunnen dus niet van zich afschudden dat het ons niet is gelukt. Dat is de reden, maar... Dat gegons, want je zag ook bestuursleden met elkaar fluisteren. Dat zie je gewoon heel goed. Ja. Er is iets aan de hand. En we zijn natuurlijk een beetje niet in de maling genomen, maar daar werd niks over gezegd. En we waren niet met heel veel mensen. Je zou denken van, oké, misschien moeten we wel iets meer open kaart spelen dan dit. Tijdens de huldiging werd er niks over gezegd. Ja. Nou ja, ik kan er wel een klein beetje vertellen hoe dat is gegaan. 7:45 inderdaad kwam dat bericht naar buiten via de Telegraaf. Om 7:50 kwam de bus bij het kasteel aangereden. Nou ja, om 8:00... Iedereen naar boven op de eerste verdieping daar binnen in het kasteel. Daar zat Jack Kriek, de stadionspeaker, die zat aan een tafeltje met Manfred Laros. Dus ik loop naar die twee toe. Ik zeg, hebben jullie dit bericht gelezen? Manfred wel, Jack niet. Jack, oh ja, wat moet ik hier nou mee? Dus ik zeg, ja, dat is aan jullie. Maar ik vind het wel belangrijk dat je het van tevoren weet dat dit speelt, Jack. Nou ja, uiteindelijk ervoor gekozen om het maar niet te zeggen dat het echt de avond was van de supporters om feest te vieren. Maar ja, hoe lang kan je dat stilhouden? Want 10 minuten later stond soms op het podium. Maurice Stijn was de eerste die naar voren werd gevraagd. Ja, en op een gegeven moment, na de vierde vraag van Jack, klonk natuurlijk massaal Maurice nog een jaar. Mm-hmm. Ja, alleen er werd geen vraag over gesteld. Ja, dat was een beetje pijnlijk, een beetje vreemd. Ja. Ik vond het een moeilijk moment. Ja, en een dagen erna kom je er toch al achter dat er waarschijnlijk langer gesprekken zijn. Hè, bij Sparta gonst nu toch wel een beetje rond dat iemand van de sponsoren een Duitse auto in de straat van Stijn heeft zien staan, weken geleden al. Nou, dan denk je aan de gigantische Audi van Misijat, weet je wel. Misijat. Mooi, hè. Dus zo gaat het een beetje. En ik weet zeker dat dat niet waar is, maar ik vind het wel fantastisch. Het zou kunnen. Hoe dat soort verhalen ontstaan, toch? We hebben allemaal bewijs opeens. Ja, weet je, ik ken het gevoel van die meneer, kan ik goed begrijpen. Tuurlijk. Ik ben er ook over gaan nadenken. Aan de andere kant denk ik nu van, ik vind het eigenlijk ook wel netjes van Maurice Stijn. Die heeft het gewoon heel rustig gehouden. Die heeft zich gefocust met Sparta op die play-offs. Geprobeerd Europees voetbal te halen. Helaas net niet gelukt. Niemand die er iets van geweten. Er is geen onrust geweest binnen heel de club. En die gesprekken zijn natuurlijk al heel lang geweest. Maar ik vind het eigenlijk wel netjes dat hij dat gewoon stil heeft gehouden. En hij weet ook van die clausule. En hij weet ook dat Sparta daar gewoon in mee gaat. En dat Ajax dat gaat betalen. Maar Jos, ja. Je bent toch een man van je woord. Als je zegt, ik blijf 100% bij Sparta. Nee, maar dat snap ik. Dan geloof je daar toch in? Ja, tuurlijk. Maar... Dat bedoel ik met nederig doen, Ajax komt, maar je heeft dat wel gezegd. Even voor de feitelijke juistheid, waar heeft hij dat gezegd? Want dat kan ik me niet herinneren hoor. Ik blijf 100% bij Sparta. In een van de interviews dit voorjaar volgens mij. Ja, maar je zegt volgens mij. Dit moet wel kloppen als je dit zegt, hoor. Ja. Vind ik ook, want op 8 maart, nogmaals, zat hij hier op de stoel van Jos. Dus sprak hij een intentie uit. Ik wil langer blijven. Ja. Dat hebben we toen bij Nijkamp nog een keer gehoord, toch? Ja. Vanuit Nijkamp. Maar die intentie was er toch ook? Ja. Maar er zijn toch uitzonderingen op? Kijk nou aan de slot bij AZ, wat daar gebeurd is. Ja. Ja, precies. Je blijft 100% zeker, ja. En je zit hier bevangen. Ja, daar wil ik wel wat van zeggen. Daar zit een duidelijk verschil in. Want Arne Slot, daar wist de directie niets van. En dat is bij ons anders. Is dat zo? Want ja. Nijkamp, jij ging Nijkamp interviewen. En Nijkamp zegt gewoon, dat verrast me. Kijk, een trainer hoe die... Dat zo is dat dan niet waar? Ja. Denk jij niet dat Nijkamp verrast was? Ik denk dat Nijkamp verrast was door de club. Welke club? Maar Nijkamp was niet verrast
de trainer van Sparta doet het goed. En dan is er interesse. En Sparta en Stijn, dus de directie en Stijn, hebben dat besproken. En dan mag je gewoon praten. Maar dan is de vraag, wanneer is dat besproken? Want als Nijkamp tijdens de huldiging zegt, dit verrast me. De club. Dan is er dus lang door Stijn met Ajax gesproken zonder dat Sparta daarvan wist. Als je dat puzzeltje zo gaat leggen, Ik weet niet of er lang gesproken is. Maar de verrassing bij Nijkamp, als ik dat zo zie, zat in de club. Ja. Maar dat Maurice in de belangstelling stond van de voetbalwereld door zijn goede prestaties. Dat is besproken onderling en dat is geen verrassing. Nee. Dus er is ook al wat langer een plan B. Toch? Mag je vanuit gaan. We werken altijd met plannetjes B. Tuurlijk is er een plan B. Tuurlijk, want het zou een hele slechte TD zijn, Nijkamp. Nee. Als hij geen rekening zou houden met het vertrek van wie dan ook. Dus hij heeft een plan B voor de keeper. Hij heeft een plan B voor de aanvallers. Ja. Maar ook voor de trainer. Tuurlijk. Ik krijg trouwens door. Hij heeft bij Veronica Offside gezegd. Ik blijf 100% zeker bij Sparta. Ja. Nou, fijn. Wie checkt dit voor ons? Collega. Dat is hartstikke fijn. Ja. Het gekke is, dus sinds dit allemaal aan de hand is, word je gewoon heel zenuwachtig van berichtjes. Heb je dat ook? Ik heb een vriend die had 13 uur op zijn telefoon gekeken in één dag. Maar, omdat er Sparta nieuws aan zit te komen. Dan gaat weer uitgelegd dat ik arrogant ben en zo. Het zal wel interesseren, maar eigenlijk helemaal niks. Dat zegt toch helemaal niemand nu? Maar dit is de voetballerij. Jos zei het net ook al. Dit is de voetballerij. Als je daar als mens niet tegen kan, dan heb ik een advies. Dan moet je geen voetbalsupporter worden. Dan moet je liefhebber worden van Boymans. Want dan heb je die spanning niet. Deze spanning hoort bij de voetballerij. Deal with it. Maar nerveus worden van vertrekkende spelers en trainers. Ja, dat is ons lot. Ja, maar betrokkenheid hoort er ook bij natuurlijk. Ja, maar zeker na dit seizoen. Het is natuurlijk een beetje naïef om je te laten verrassen door een onverwachte move van een trainer of speler. Ja, maar Anton, jij bent supporter en ik ben ook supporter. Ja. En Rudy is ook gewoon supporter. Ja, tuurlijk. En iedereen hier aan tafel vindt het jammer dat hij weggaat. Ja. Want het gaat fantastisch. Maar dit is de voetballerij en je kan daar niet op bouwen. Want we hebben het nu over de trainer, maar Kitolano, ik noemde er eventjes een, die op het laatst was natuurlijk fantastisch. Ja, je moet ook niet gek opkijken dat hij dadelijk ineens ergens wordt weggehaald. Dan zeg je, ja, hij heeft nog een contract en hij heeft het naar zijn zin. En weet je, dat soort spelers, daar wordt aan getrokken. En dan komt er weer een andere speler. Ja. Persoonlijk voor mij, als we nu naar buiten was gekomen, hij kan 4 miljoen gaan bedienen en kiest voor NEC. Dan zeg ik ze, ja, dat is sportief geen vooruitgang. Dat vind ik echt anders. Maar Ajax is gewoon buiten categorie. Als Ajax komt bij een club als Sparta, dan weet je gewoon, je staat kansloos als kleinere club. En dan moet je iemand het ook gunnen, denk ik. Ja, we hebben het overigens eerder meegemaakt met Danny Blind ook. Hè? Waren we ook aan iets aan het bouwen. En die gingen ook voor die kans. Het herhaling van zetten. Oh, maar het is in het verleden ook wel. We hebben 1 jaar Cor Brom gehad. Als Cor Brom in de jaren 70. Ja, die ken ik niet meer. En jij ook naar Ajax. Weet je, ons lot. Snap je Ajax, Jos? Dat ze voor Maurice Stijn gaan? Aan de ene kant wel. Want hij heeft natuurlijk dit jaar echt bij Sparta echt wel fantastisch gedaan. Hij heeft denk ik het maximale eruit gehaald wat erin zat. Alleen het type voetbal wat hij nu heeft gespeeld bij Sparta is natuurlijk niet vergelijkbaar met wat er bij Ajax gevraagd wordt. Hè? Want daar willen ze gewoon dominant spelen. En Sparta heeft toch wel heel veel wedstrijden ook gewoon een beetje de kat uit de boom gekeken, zeg maar. En naar hun kwaliteiten gespeeld. Dus ja, het heeft me wel verrast, moet ik zeggen. Jullie ook? Ja. Ja? Ja. Waarom jou, Ruud? Nou, aan de ene kant, ze hebben ook voor Ten Hag gekozen. Er was ook geen trainer met een Ajax-DNA. Maar wel iets heel anders. Die had al met Overmars samengewerkt. Die heeft in de top toen gewerkt bij Bayern München. Ja, dat wilde ik gaan zeggen. Fijn dat je mijn antwoorden ook... Ja, we kennen elkaar zo goed. Maar dat was het verschil inderdaad. Want die had inderdaad in München de keuken gekeken. En dat heeft Maurice niet. Dus daarom ben ik ook verrast. Maar ik ben blij dat dit soort verrassingen nog bestaan. Ja. Stijn heeft stage gelopen toch bij Mourinho, of niet? Ja, dat was heel kort. Dat was heel kort. Wees blij dat dit nog bestaat. Dat niet alles zo vastgebeiteld is. Dat bijvoorbeeld de trainer van Ajax alleen maar de trainer van Ajax kan zijn als hij daar gespeeld heeft. Wees blij dat dit nog kan. Zeker. De beweging is wel mooi. Want eerst lees je heel veel kritiek. Maar nu lees je vooral profielen waarin staat dat het wel een goede keuze is. Vind ik wel mooi. Ja, kritiek met name vanuit de supporterskant, hè? En dat wordt voor Maurice Stijn echt lastiger. Om daar die vijfde kolonne te gaan bedwingen. Welke trainer je ook aanstelt, er is altijd kritiek vanuit de supporters. Ja. Die zijn natuurlijk gek. Ja, wees eerlijk. Ja, het is nooit goed. Ja. Nee, alleen als Pep Guardiola is, zullen ze wel tevreden zijn. Maar voor de rest... Maar ook dan is het niet goed genoeg als je met 2-0 van RKC wint. Nee.
Dus dat wordt, dat wordt gewoon heel erg lastig. Nee, ik gun Maurice echt 32 overwinningen volgend seizoen. Echt. Ja, nee, echt. Ja. Ze mogen zo groot mogelijk zijn. Dus ook Feyenoord, Excelsior. Ik vind het een fijn mens die ik het allerbeste gun. Ja. Zeker. Het zou jammer zijn als hij nu een soort slecht blazoen bij Sparta heeft gekregen. Dat is ook niet gebeurd, maar je zag wel zondagavond later mopperende mensen. He, we zeiden we moeten standbeeld. Nou, geen standbeeld. Nee, maar dat was een beetje de overrompeling. Ja, kan ik me best voorstellen. Zeker. De eerste. Ja, oké, maar dat moet zakken. En ik denk als wij onze nieuwe trainer is bevestigd straks, dat we dan kunnen gaan terugkijken en genieten van hoe het jaar was. Dat is natuurlijk een bizarre periode. Uiteindelijk heeft hij volgens mij 50% van zijn wedstrijden gewonnen, zag ik. Ja. Maar scoren. Het zou mooier geweest zijn als dit bericht gewoon maandag naar buiten was gekomen. Dan was er mooie huldiging geweest. Iedereen was blij. Het was groot feest geweest. En maandag. Ja, waarom gebeurt het nou op het moment dat die bus het terrein omdraait? Ja, dat toeval? Dat of? Nee, dan moet je bij de Telegraaf zijn. Ja. Kijk, die Telegraaf heeft niets met ons te maken. De Telegraaf die scheiden op clubs als Sparta. Ja, die hebben daar helemaal niets mee. Dus het belang van Sparta. Ze wisten het niet ook. En, het seizoen is voorbij, we gaan het brengen. Het was ook heel toevallig dat het net naar buiten werd gebracht op het moment dat Almere klaar was. En we weten dat Maduro eigenlijk zo graag Maduro als assistent aanstellen. Nou, Bakati schijnen ze rond te zijn, met Maduro nog niet. Dus ja, er wordt ook gesuggereerd dat het misschien uit het kamp van Almere Maduro gelekt kan zijn. Ja. Dus zo kan je het ook nog interpreteren natuurlijk. Hebben we het hoofdstuk Maurice Steijn afgesloten? Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja, nog één ding. Dus die spelers die wisten het ook allemaal al. Ik sprak, denk ik, om 5 minuten nadat de bus aan was gekomen, Adil Awassar. En die zei, ja, dit nieuws hou je niet tegen. Dus inderdaad, in de bus. In de bus zitten ze allemaal op hun telefoon. Niet allemaal, hè. Want er waren ook spelers die het helemaal niet wisten. Nee. Dus, okay. Ik zag Kitolano en Allerman. Die zaten gewoon sowieso heel de dag een beetje verbaasd voor zich uit te kijken daar. maar inderdaad, Awassar zei, dit hou je niet tegen. En wat hij ook nog zei, joh, laat hem gaan. En wie ook zijn opvolger gaat worden, hij gaat werken met een fantastische groep, zei Awassar. Dus, en Bart Vriend zei ook, ja, dit wordt voor mij mijn 6e trainer bij Sparta in 7 jaar. Ja. Dus ja, eindelijk gaat er een Sparta trainer hogerop. Want dat gebeurt nooit. Nou ja, Henk ten Katen, denk ik. Die naam wilde ik dan nog even noemen, om, als je dat dan toch wil afsluiten. Henk ten Katen ging in december over van Sparta naar Vitesse. Dat was toen een hele hoge grote stap vooruit. Hè. Vitesse wilde de hemel bestormen met toen de nieuwe stadion, de Gelredome. Dus weet je, en toen voelden we ons ook in ons hemd gezet. Maar uiteindelijk, het is de voetballerij. Henk, succes en wij gaan gewoon verder. En Henk ten Katen, de trainer van wie Maurice Steijn het meest heeft geleerd, heeft hij meermaals gezegd. Maar dat was de laatste toch, die echt hoger op ging. Alles daarna is toch gesneuveld. Ja, dat ding. Nou ja. Of vertrokken. Rijkaard ging ook hoger op. Ja. Ja, dat is waar. Maar die stopte zelf. Hè? Ja. Nou ja, Steijn vandaag lekker op vakantie gegaan. Een paar weken. Ja, Ibiza en, natuurlijk. Volgens mij ging hij naar Kroatië, maar dat weet ik niet zeker. Nu gaan we het hebben over de opvolging. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Want wie moet de opvolger worden? Zijn er ook nog andere namen behalve die van Greg Berhalter? Nou, volgens mij hebben we vanmorgen aan een lijst zitten werken, toch? Jawel, maar dat is allemaal een beetje tv, hè? Dat is allemaal niet weten. Nee, we hebben hier inderdaad een lijstje gemaakt. Want mag ik wel aan jou vragen hoe concreet het is met Berhalter, Ruud? Of nou, ESPN heeft natuurlijk naar buiten gebracht maandagavond dat er gesproken is. En dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar volgens mij is het proces heel simpel. En dat weet jij ook, want jij hebt in die voetballerij ook meegelopen. Een club maakt een lijstje met potentiële kandidaten. En de trainers hebben voor zichzelf ook een lijstje met welke clubs zijn in mij geïnteresseerd. Dus het zijn twee kampen met lijstjes. En dat moet bij elkaar gaan komen. Ja. En hij staat bij ons op het lijstje omdat jij ooit hebt gezegd, hij is goed. Nou, dat is wel erg veel eer voor Ruud. Doe je Nijkamp er iets te kort mee? Ze kennen elkaar. Nijkamp heeft in de Verenigde Staten gewerkt. Ja. Dus, en daar staat hij er als bondscoach goed op. Bij sommige mensen wel, bij sommige mensen niet. Nee. Bij de vakmensen wel. Ja. En hij heeft meer te kiezen, dat mogen we wel zeggen, toch Ruud? Ja, dat zijn dan mijn woorden bij deze. Maar wanneer hoorde jij dan voor het eerst de naam van jouw vriend in combinatie met Sparta? Ja, dat is dat moet ik nu gaan zeggen. Dat is dat. Nu kies ik boven vriendschap boven podcast. Boven journalistiek. Ja. Vriendschap boven podcast. Voor de mensen die dat niet begrijpen, sorry. Nee, maar mensen begrijpen dat wel, denk ik. Wie zou jij graag naar het kasteel zien, Jos? Graag. Nou, ik
op dit moment, je hoort allerlei namen. En dan, als we het over Ajax hebben, hoor je wel mensen van Ajax-kamp. Als ik er dan toch één zou moeten kiezen. Je gaat niet Heidi gaan noemen, toch? Nee, zeker niet. Nee. Dan denk ik nog Michael Reiziger. Die heeft natuurlijk bij Sparta gezeten. Ja. En die kent de club. En ja. Die gaat weg. Die wil zelf op zijn eigen benen staan. Denk ik, nou, dat zou ik dan nog een geschikte kandidaat. Maar die gaat naar Jong Oranje, toch? Die gaat Jong Oranje doen. Ja, nee, maar die had ik dan geschikt gevonden. Ja, maar dan ben je te laat. Dus dat is al geen optie. Dat snap ik. Maar waarom zijn wij zo fel tegenstander van Heitinga? Nou. Waar wil je beginnen? Hij maakt op mij geen sterke indruk als ik hem zo hoor praten. Op jou misschien? Maar hij was toch al aangeschoten wild toen hij begon? Nee, tuurlijk. Hij kon het nooit goed doen daar. Dat snap ik ook. Maar je kan je ook anders opstellen, vind ik. Hij maakt op mij geen zekere indruk. En dan die erin en die eruit. Hij had ook niet een vaste basis waar hij mee ging spelen. Ja, ik weet niet. Nee, en als je kijkt naar hoe Stijn heeft gewerkt en als je kijkt naar hoe Heitinga de penalty-serie van de bekerfinale heeft afgehandeld, dan kon je niet op trainen, zo laks. Dat is niet de trainer. Als we met ons plan vooruit willen, is dat niet de trainer waarmee je vooruit wil. Jij had een interessante suggestie, Anton. Ja, Sarina Wiegman. Ja. Die heeft echt een geweldige carrière tot nu toe. Die heeft al zoveel prijzen gewonnen. Die werkt echt op het hoogste niveau. Dat lijkt me interessant. Ze heeft ook wortels bij Sparta natuurlijk. Ze heeft stage gelopen en is toen even in dienst geweest toen Leen ziek was. Of in het ziekenhuis was even. Een paar maanden onder Alex Pastoor was dat. Heb je ook nog een achternaam, ook nog een achternaam bij Leen van Steensel? Oké, dat snappen de mensen. Ja, dus toen was zij assistent bij Jong Sparta. Ja. Het zou mij geweldig lijken als Sparta de eerste club is ter wereld volgens mij. Met een vrouwelijke hoofdcoach. Gaat niet gebeuren. Nee, vast niet. Maar ik vind het wel de suggestie waard, eerlijk gezegd. Ja, heeft een contract waar je bij de FV in Engeland... Ja, Vijf ton per jaar zou verdienen. Nou, dat betaalt Sparta niet, volgens mij. Ja, maar je moet niet vergeten. Stel dat Sparta Sarina Wiegman de kans zou geven. En dat is zo'n unieke kans. Ja. Die gaat zij voor geld niet laten lopen. Nee. Weet ik echt 1000% zeker. Zijn ze in gesprek? Is het een optie die Sparta overweegt? Dat weet ik. Dat kun je vrij uit zeggen. Jos schudt al nee, hè? Nee, ik denk niet dat Sparta dat doet. Ik denk op dit moment dat in Nederland geen enkele club een vrouwelijke hoofdcoach durft aan te stellen. Maar dat is mijn gevoel. En waarom denk je dat? Ja, omdat de mening van een dame nog niet wordt geaccepteerd? Momenteel, anno 2023 op het hoogste niveau in Nederland? Volgens mij loopt er ergens in Italië, heb ik volgens mij wel ergens een vrouwelijke hoofdcoach gezien. Op derde niveau of zo. Maar Ik heb niet het gevoel dat een vrouwelijke coach hier nog voor vol aan wordt gezien, zeg maar. En ik heb zelf op de cursus ook vrouwelijke medecursisten gehad, zeg maar. Er waren best goede coaches en Sarina Wiegman heeft natuurlijk fantastisch gedaan, maar wel met vrouwen. En dat is toch anders, denk ik, als met mannen. Ron Jans? Wordt nauwelijks genoemd, hè? Zou ik kunnen, nee, heeft gezegd dat hij een jaartje rustig aan. Een paar maanden. Ja. Nou, kijk, Nijkamp en Jans hebben wel echt een gekke geschiedenis, Nijkamp en Jans. Die best wel pijnlijk is ook met dat vertrek in Amerika. Maar daar kon Nijkamp niks aan doen. Nee, maar dat is wel bagage die je meeneemt. Ik kan me ook voorstellen dat we daar niet weer in terugduiken. Ik zou het zelf wel leuk vinden, Ron Jans. Maar dat is ook meer omdat ik hem in de media een trainer natuurlijk vind. Een hele amabele man. En een trainer. Hij heeft zich het wel echt wel bewezen, ja. Maar hij heeft nog nooit in een Randstad gewerkt, hè, zag ik. Dat is ook gek, toch? Nee. Dat was tijd worden om... Met Groningen, Heerenveen en Luik. Ja. Ja. Twente natuurlijk. Heb jij nog Pek Zwolle. Heb jij nog... Ja. Oh, Pek Zwolle. Die noemde Cor Pot, hè? Met Dick Schreuder. Ja, die is net gepromoveerd met Zwolle. Gaat het ook niet worden dan? Nou ja, tuurlijk. Als jij Sparta als grote club ziet als Zwolle, en dat is zo, dan zou je kunnen zeggen, dat doe ik. Ik neem die stap, kan. Nou, Sparta verleden ook. Dick Schreuder, ja. Niet heel succesvol. Nee, was bij jou in de... Bij mijn tijd, ik heb hem gespeeld. Zeker. Ja. Dus jij zou je hem graag zien als trainer? Nou, hij heeft het goed gedaan bij Zwolle. Maakt een goede indruk. Ja. Ja, zeker. Heb je nog een andere naam, Jos? Nee, eigenlijk niet. Op basis van positieverbetering vind ik, zou je kunnen denken aan Wim Jonk. Want Volendam Sparta. Alleen ik denk dat Jonk zo verankerd is met Volendam. Niet alleen door zijn achternaam, maar ook door de relatie met Jan Smit. En wat er allemaal afgelopen seizoen gebeurd is. Dat hij niet zo snel, denk ik, die stap zou maken. Maar het zou wel een enorme sportieve verbetering voor hem zijn als trainer. Ja, en ik hou ook wel van het type voetbal wat hij wil spelen. Ja. Ik denk dat het bij Sparta ook wel past. Ja. Het is trouwens ook zo dat Sparta benaderd wordt door trainers, hè?
Tuurlijk. Ik denk dat Maaskant al gebeld heeft. Nee, maar Sparta wordt, iedere club wordt iedere Rob Jacobs sowieso. Door spelers en trainers. Zeker, ja. Maar nu, vroeger waren dat videobanden, toen waren het dvd's, nu zijn het gewoon bestandjes, WeTransfer bestandjes waarschijnlijk. Bizar, ja. Maar dat schijnt dus heel snel te gaan, hè? Dus de Telegraaf brengt het om 20:15 en om 20:30 krijgt Sparta een app van Maaskant. En bijvoorbeeld Maaskant. Bijvoorbeeld. Dus een aanname. En een brief van Rob Jacobs. Vind ik ook wel mooi. Moet het een Spartaan zijn, tenslotte? Alfons Groenendijk, Arjen van der Laan, Gerard Nooyer? Nee, dat lijkt me in het huidige voetbal geen vereiste meer op die positie. Is Marcus Stijn een Spartaan? Nee, daarom. Nou, ik ben is Arne Slot een Feyenoorder? Dus nee, dat hoeft ook niet. 4 juli is de eerste training. Dan is het wel bekend, hè? Dat mag ik hopen van wel. Dat is wat mij verbaast. Dit is sinds zondagavond dan gaande. Dit is woensdag 9 uur. Ik hoor en ik lees overal zo ongelooflijk veel ongeduld. We hebben nog niks. Belachelijk. Ja, kom op. Als je een weloverwogen keuze moet maken, dan doe je daar toch gewoon minimaal een week of twee over. Nou, als je in gesprek bent met iemand die in Amerika woont, dat heb je niet in twee dagen gefixt natuurlijk. Als je met lijstjes werkt, je gaat van een longlist naar een shortlist. Ja. En je gaat dan mensen polsen. En dan blijven er 5 over en dan maak je er een top 3 van. Want ik stel me zo voor dat dan zo gaat. Dat doe je toch niet in een dag? Dan zou je heel onzorgvuldig te werken. Nou ja, de zorg zit hem erin dat alle nieuwe spelers natuurlijk ook willen weten wat er nou gebeurt. Dus het houdt op. Dat is natuurlijk een beetje de paniek. Dat het 2 dagen duurt om een nieuwe trainer aan te stellen, of 5 of 10, dat is allemaal logisch. Maar dat is wel spannend natuurlijk. Zo werkt het toch niet, joh. Nou, als ik zou gaan tekenen. Ja, maar jij bent bij Sparta, dan wil je toch weten wie daar komt te staan. Je bent geen profvoetbal. Ja. Vanaf welke kant, hè? Maar Sparta is 6e geworden. Ja. Ja. En iedereen denkt zo, Sparta, ik wil ook graag bij Sparta spelen. Volgend jaar gaan we weer proberen daar op zijn minste evenaren, zeg maar. Ja. Leuke groep, iedereen blijft bijna. Daar wil ik wel deel van uitmaken. Ja. Wie dan ook de trainer is. Ja. Misschien zou ik erin staan in ieder geval. Ben een beetje gerustgesteld door de wijze woorden van Nee. Ik denk dat de spelers wel willen weten waar ze naartoe gaan. Hoe het ervoor staat, wat voor voetbal er gaat worden gespeeld, met wie. Volgens mij willen spelers duidelijkheid. Ja, maar er gaat toch geen heel ander voetbal gespeeld worden? Ligt er toch aan wie je binnenhaalt? Ja, met deze groep. En wat je overhoudt, toch? Denk jij dat we... Stel dat Laurens weggaat, dan kan je toch het lange balspel sowieso al niet meer spelen? Ja, maar dat weet je toch niet? Dat kan toch op 31 augustus ook nog gebeuren? Ja. Maar als Sparta blijft zoals het nu is, dan zal die lange bal op Laurits er wel in blijven, hoor. Dat denk ik ook weer met die cijfers. Ja. Ja. Nou. Even terug naar afgelopen zondag, mannen. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Kan je zeggen dat een van de weinige foutjes van Nick Olij je misschien wel Europees voetbal heeft gekost? Ja. Je bedoelt de fout in de heenwedstrijd, Sparta Twente. Ja. Hoe zuur dat ook is voor een van de beste, misschien wel de beste Spartanen van het afgelopen jaar. Nee, maar laten we dit ook niet als verwijt laten klinken. Dat kan gebeuren. Ja, en zonder Olij waren we nooit zo ver gekomen. Dus dat, nee, even voor hem opkomend. Maar het is zuur, toch? Het was wel terecht uiteindelijk, hè? Dat Twente het heeft gehaald ten koste van Sparta. Nou, Twente was Twente is een beter voetballende ploeg. Maar als je nou ziet wat ze echt hebben afgedwongen qua kansen, is dat ook maar heel weinig eigenlijk. Ten opzichte van de kansen die Sparta heeft afgedwongen. Precies. Want als Verschuren hem op de lat schiet, al stelt hij een topsport, ik weet het. Balletje van Meijers na een kwartier, Als Verschuren in de thuiswedstrijd die bal niet net naast kopt, maar dat hij binnenvalt bij de tweede paal. Ja, weet je, dat soort kleine kansjes. Ja, dat geluk moet je een beetje hebben. En ik vond eigenlijk, het was jammer dat, want we hebben net over Lauritsen, dat die juist in die wedstrijden toch een beetje minder was. Vaak geblesseerd, op de grond lag. Mag ik zeggen, op was? Ja, hij was op. Dus dat zag je gewoon. Hij ging elke keer liggen en elk duwtje, dan lag hij weer. En ook Van Krooij was een beetje onder zijn vorm. Het grootste gevaar kwam van onze Japanse vriend natuurlijk eigenlijk nog. Ja. En dat was jammer. Het was denk ik voor die spelers net even te lang het seizoen. Dat is zonde. Ja. En dat vindt Gerard Nijkamp niet leuk als we dat zeggen, maar de selectie gewoon net even niet breed genoeg, hè? Voorin met name. Is zo, want als je Twente kijkt, ze halen die goal eruit en ze gooien van Wolfswinkel erin. Ja, als Laurits eruit gaat. Dan komt Tahiri erin, waar we eigenlijk al afscheid van hebben genomen. Nee, maar dat is toch, we kennen onze plek toch? Ja, zeker. Dus het zou toch raar zijn als Sparta in één keer met een selectie van 30 hele goede spelers zou gaan werken. Die allemaal gelijkwaardig zijn aan niveau. Ja, dat gaat niet gebeuren. Ja, we hebben een spelersbudget en daar moet je het mee doen. En
En maar dat breek je dus op. Ja. Ja. En dat breek je dus toch op dat we tegen Utrecht moesten we echt heel diep gaan natuurlijk. Ja. Verlenging, penalties. Ja, dan kom je nu tekort. Hoe heb je gekeken afgelopen zondag? Op het vliegveld. Oh ja, jij moest werken. Een schermpje zo. Ja, ja. Dat was een krankzinnige toestand. Concert recenseren in Newcastle. Ja, dus ik was net op tijd terug om op Schiphol op een schermpje te kijken. En toen door naar het kasteel. Ja, beetje surrealistisch allemaal, maar... En jij lekker met gezin? Ja, nou, met familie. We hadden een huiskamer vol. En ja, erg leuk. Erg leuk om dat zo te beleven. En mijn ambitie was ook om dan daarna bij winst of verlies... bij uitschakeling om doorgaan naar het kasteel te gaan. Want ik was op zaterdag in een vader-zoon toernooi door mijn rug gegaan. Dus ik kon geen kant op. Dus ik ben moest het feest aan me voorbij laten gaan. Ja. Gaat hij zitten lachen hier? Ja, maar wie gaat er nou nog voetballen op die leeftijd? Dat moet ik niet meer aan beginnen. Ja, dat is ook de laatste keer geweest. Ja, ja. Ik kan het beamen, want ik was met Ruud op het strand van Hoek van Holland afgelopen zondagochtend. En hij heeft alleen maar plat gelegen. Ja. Onze kinderen moesten met elkaar spelen. Ik ben met de kinderen naar de zee gegaan. Want meneertje, die kon niet meer lopen. Nee, dus, ik kon eigenlijk ook niet naar het strand. Maar ja, dan had je beloofd aan het gezin. Dus nou, stroomgod van die parkeerplaats naar het strand. Hij ging ook 5 minuten eerder weg, ja. Omdat hij moest lopen. Ja. Dus ik zei nog tegen zijn kind, ja, hij wordt straks ingehaald door een schildpad. Want, dat ging allemaal niet zo snel. Dus het zat even tegen. Dus het feest op de parkeerplaats in het stadion uiteindelijk heb ik gemist. Maar de beleving van de wedstrijd was er niet minder om. En jij, Jos? Ik heb op mijn telefoon op Ziggo Go app gekeken, want ik was niet thuis. Dus, vloekend? Nee, vloekend. Ik ben wel gewoon... Ook gewoon trots. Ja, ik vind het echt een prachtige prestatie. En dat blijkt ook wel. Bij andere clubs was er misschien gauwhoer geweest en was de bus opgewacht. Maar er werd nu ook opgewacht. Ja, maar op een hele mooie manier, zoals dat bij Sparta past. De mensen waren trots en waren blij en het was een fantastisch seizoen. Ja. En, weet je, en dan haal je het net niet, maar iedereen was nog net zo blij, zeg maar eigenlijk. Ja, ik vond het dat is heel mooi. Dat past bij Sparta, vind ik. Ik heb nog één klein... Een heel klein smetje. Ik vond een van de mooiste momenten, als je het als neutrale liefhebber bekijkt, het afscheid van Wout Brama. Vond ik echt hartstikke mooi. Alleen ik had het ook zo aan Adil Awassar gegund. Dat hij een paar minuutjes had mogen maken. Dat vond ik wel echt jammer. Dat dat niet is gebeurd. Ja, dat moet wel een tik voor hem geweest zijn. Dat als Eerdhuis in de rust uitvalt, dat jij er dan niet in mag. Ja. Als wat normaal gesproken zijn vaste vervanger is. Linksbenig allebei. Maar dat er dan een rechtsbenige Abels in komt. Ja. Dat zal een tikkie geweest zijn hoor. En hij is te veel gentleman om dat uit te spreken. Ja. Dat had ik hem wel gegund. Jongens, Spartaan van de week. Gaan we even Spartaan van het seizoen maken. Maar de jingle is nog hetzelfde hoor. De Spartaan van de week. Als we nu terugkijken op die 38 competitiewedstrijden. Wie is voor jullie de Spartaan van het seizoen? Het kan er natuurlijk maar één zijn. Qua prestatie is dat natuurlijk onze keeper. Nicolai. Ik ben niet met je eens dat het er maar één kan zijn. Nee, als je het echt om prestaties hebt. Nou ja, als er eentje is die zo duidelijk eigenlijk naar het Nederlands elftal had gekund, omdat hij zo in vorm was, is het Nicolai. Er zijn natuurlijk heel veel heel goed geweest. Ik ben het met je eens, maar ik heb een ander. Nou, ik heb ook een ander. Wie jij? Maar ik mag er ook drie, toch? Of niet? Nee. Ik heb ook een lijstje. Ja, je hebt inderdaad heel veel, maar bij mij blijft dan op een netvlies een beetje de laatste wedstrijd staan. En dan vind ik Kito Lano vond ik echt geweldig. Echt, ik ook. Top. Ik vind hem ook echt top. En het zou niet raar zijn, en ik weet dat we het allemaal niet hopen, maar als Stijn één speler mee zou nemen... Is Bart Vriends. dan is dat Kito Lano. Ik kies voor Stijn. De man heeft ons gereanimeerd, tot leven gewekt. Ja. Dat deed hij eind vorig seizoen al. Toen met een beetje geluk. Maar wat hij dit seizoen heeft neergezet, dat is geen geluk meer. Dat is kwaliteit. Hoe moet Sparta afscheid van hem gaan nemen? Waardig. Ja, maar doe je dat in de thuiswedstrijd tegen Ajax? Of doe je dat op een ander moment? Dan ligt de focus er niet. Die ligt dan op de wedstrijd. Nee, dat moet je niet doen. Maar ik hoop dat hij heel snel de tijd heeft om langs te komen. Ik ben er niet zo van dat uitgezwaai en zo. Ik bedoel, het is profvoetbal, het is werk. Maar als het dan toch moet, dan liefst zo snel mogelijk. Nou, na zo'n periode moet het wel worden afgesloten. Niet op de gekke manier zoals we het zondagavond hebben gedaan. Dus misschien kan hij op de familiedag komen. Hè? Dat hij even het veld op komt lopen, dan klappen we allemaal. Het zou wel mooi zijn als de tegenstanders nog niet bekend op de familiedag, dat er tegen Ajax wordt. Ja, die kans is echt minimaal. Ja. Ja, ik denk dat de gemeente Rotterdam er erg blij mee is. Ik denk niet dat gaat gebeuren. Maar je moet niet vergeten, hij komt nu in een wereld terecht die 20 keer groter is dan Sparta. Hè? Met media. Ja, als het niet meer is. Ajax is
zo ongelooflijk groot in Nederland. Dat zomaar even een moment kiezen om even bij Sparta langs te gaan, zal echt moeilijk worden. Ja, zeker. Zijn telefoon staat roodgloeiend natuurlijk. Dus, ja. Ja, dat zagen we al, toch? Maar hij was opeens moeilijker bereikbaar nu natuurlijk. Ja, maar dan neemt hij wel de tijd om te reageren. Maar dan zijn er nog 700 andere apps. Ja, moet je zo. Hoe je overspoeld zal worden als je daar rondloopt. Ja, maar zijn leven gaat nu heel anders worden. Als je nu op straat naar de supermarkt gaat. Ja, bizar. Iedereen vindt wat van je. Ja. Dat is toch volkomen logisch dat je daar induikt. Tuurlijk. Omdat je dat wil beleven. Ja. Want dat is echt, als er 5 wedstrijden in het volgende seizoen bij Sparta, als hij had gebleven. En we hadden 5 keer gelijk gespeeld, dan komt Ajax nooit meer, weet je wel. Wonderlijk dan dit. Roep jij dat hij weg moet? Ja, zeker. Ja. En zijn jullie bang? Deze vraag moet ik eigenlijk aan Anton stellen, want jullie zijn niet bang. Jullie zijn misschien iets meer reageerend. Gelouterde mannen zijn het. Ze zijn gepokt en gemazeld. Ja. Ben jij bang dat het als een kaarthuis in elkaar gaat storten? Nee, denk ik niet. Nee. Als een kaartenhuis. Volgend jaar 16e. Nee, maar ik vind het wel spannend wat er nu gebeurt. Want als je een lijstje maakt met wat Ajax zou willen hebben en wat andere topclubs, zoals Twente, zouden kunnen gebruiken, dan zijn dat best veel spelers. Ja, maar er komen lijstjes nu wie Twente allemaal wil hebben. Maar ik heb Jan Streur gebeld afgelopen maandag. Ja, dat was goed werk, ja. Ja, wat is er nou van waar? Saito, die hebben helemaal nooit... Nee, Kitolano wel, hè? Nooit gesproken. Kitolano, die naam is niet gevallen. Sambo werd ook genoemd. Hij zei, joh, die gaat gewoon het eerste van PSV spelen. Dat is voor ons totaal niet haalbaar. Nee. En Saito zo 12,5 miljoen hè, Saito. Dus, okay. Er wordt ook wel heel veel geschreven nu. Ja, je kunt ook niet alles geloven natuurlijk. Nee. Hey, joh, die jongens van de media niet altijd vertrouwen, hè Jos? Er wordt van alles geroepen, jongen. Nee. Dan moet je, weet je, als het zover is, dan is het zover. En dan, ja, weet je, Gerard, die heeft denk zijn lijstje daarachter wel weer klaarstaan. Wie die dan wil halen, want... Ja, met alle respect, wie had voor het seizoen van Lauritsen en Kitolano en Saito gehoord? Niemand, denk ik. Wat zijn dat nou voor spelers? En nou, dat is niet waar. Feyenoord wilde Kitolano hebben, maar kon hem niet betalen. Nou, dus dat laatste weet ik niet of dat zo is, maar ze wilden hem wel in eerste instantie. Nee, maar wij prijzen het ook in deze podcast al het hele jaar het scoutingswerk van Jesper Gudde en zijn team. Nou, dat is natuurlijk niet ingestort. Dat blijft dat nog steeds. Zeker. Dus, zeker. Als ik hoor dat Ron van den Berg 2500 spelers heeft bekeken. 2500? Ja, dat zijn er toch niet? 2500? Ja, met het hele team hadden ze 2500 spelers in kaart gebracht. Ja. Nee, daar zitten echt wel bij die Sparta kunnen gaan versterken. En als je kijkt naar Kieter, ik vind één man die we dan niet als Spartaan van het jaar noemen, mag niet onvermeld blijven, vind ik Arno Verschuren. Ja. Wat een krachtpatser is dat, zeg. Die had ik hem wel gegund, hoor. Die scoort zo vaak belangrijke goals. En die was nog fit op het laatst. Ja, precies. Echt, zeker. Kijk, maar onder Stijn zijn spelers echt beter geworden. Kijk maar eens naar Eerthuizen. Hoe hij begon aan het seizoen en hoe hij nu speelt, dat is echt krankzinnig. Wisselspeler van Volendam. Ja. Sambo is ook echt beter geworden. Moeten we ermee. Sambo is ook echt beter was goed. Van Kooij was goed in de eerste seizoen zelf met name. Ja. Iedereen. Saito. Over Abels werd wel eens getwijfeld. Nou, doen we dit jaar ook niet meer. Die kan je gewoon op zoveel plekken inzetten. En die staat altijd zijn mannetje nu. En zo zijn er echt veel beter geworden. Dat is echt goed werk. Dus we moeten een coach die spelers ook echt beter maakt. Ja. Ja, dat is ook niet. Nee, ja, maar... We hebben wel trainers gehad die daar helemaal niet mee bezig waren. Mijn Eerthuis is gewoon heel veel geïnvesteerd. Dat zie je gewoon. Dat plan is gewoon heel goed geweest. Ja. Rustig brengen. Ja. En toen hij moest, omdat Ouassar geblesseerd was, toen stond hij er meteen. Ja. Ja. We hebben nog 5 minuten in deze podcast. Heb jij nog heel veel dingen op je lijstje staan, Anton? Ja, maar jij toch ook? Want jij pakt nu veld 3, zie ik. Ja, ik heb er nog één mailtje binnen gekregen. Dat, dat mailtje over jou is dat? Nee. Wat je al de hele ochtend voorleest aan iedereen. Ik ga de mail van André Klippel niet voorlezen. Iets te veel zelfbevlekking, maar wel bedankt voor je mailtje. Ik heb een andere. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Even heel snel. Evert Nekeman heeft namelijk gereageerd met een oproep. Die gaat met een aantal Rotterdammers. 3 Rotterdammers van 55 plus met een passie voor fietsen. Een epische fietstocht maken van 10.000 kilometer door 16 landen in 60 dagen. Met als route Sparta, Noordkaap, Sparta, Griekenland. Of we mee willen, toch? En hij zoekt nog slaapplaatsen. Hij heeft een hele lange mail gestuurd. Hij gaat dus via Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Estland, Letland, Polen, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Slovenië, Bulgarije, Griekenland. Hij zoekt slaapplaatsen en mensen, je kan ze volgen via de website jointheplan.nl. En dan kan je ze allemaal volgen. En Kralingen slapen? Zeker, dus dat is top 1. Nee, maar is mooi. Trekken bij het Sparta Stadion en dan de Noordkaap. Ja. Dan naar Sparta in Griekenland. En dat voor weerstand, hè? Ongelooflijk, ja. Ze gaan geld even inzamelen.
Ongetwijfeld, maar dat staat niet in de mail in elk geval. Dus, maar vind ik een leuk initiatief. Dus bij deze eventjes onder de aandacht gebracht. Ja. En nog een leuk initiatief is dit toneelstuk. Dat toneelstuk, ja, op dat het kasteel. Heb je al genoemd. Dat heb ik verteld, maar ik wil nu vertellen dat een van de shows is uitverkocht en die andere staan op 90%. En wanneer is het? Het is, even kijken, eind juni. 23 juni. 24, 28. En dan 1 en 2 juni. 2 of zoiets, hè? Ja. Vijf keer volgens mij. Mooi. Wees erbij. Wanneer gaan wij? De eerste. Ja, oké. Okay. Oh ja? Ja. Oh. Ja. Gaan we lekker eten? Hopelijk ben ik erbij. Oké, okay, ik ben erbij. Ja. Ja. Zo moet ik ook halen. Moet je wel frikadellen serveren, hoor. Ja. Heerlijk, heerlijk. We gaan naartoe op vakantie, Jos. Ik ga naar Turkije. Oh, all in? Ja. Heerlijk, ja, jongens. Dat is hetzelfde plekje. Ja. Heerlijk, drie weekjes. Je bent niet dik. Ik ben wel bruin, maar niet dik. Nee, een beetje blijven sporten. Oh, is dat het? Je weet of Greg Berhalter mij nog oproept. Waar ga je naartoe in Turkije? Naar Izmir bij Marmaris. Oké. Okay. Ah, kijk. Top. Leuk. Ruud, jij gaat lekker naar de schoolfamilie. Servië. Ja. Ook leuk. Even scouten. Gek man. En jij? Ik ga naar Amerika. LA weer? Ja, honkballen kijken. Mijn tweede grote liefde. Kijk hoe het daar gaat. Mooi. En jij? Nee, hij is net geweest. Je bewaakt het voort. Hoezo, net geweest. Ja, vind ik ook. Vrij geweest net. Ja, het is wel even... Ja, maar mijn vaderschapsverlof is geen vakantie, Ruud. Dat is pas werken. Heb je niet goed geregeld. Nee, ik ga 2 keer 3 nachtjes in Nederland, maar niet zoveel. Jij bewaakt het Sparta Fort voor ons, ja, toch? Ja, want wij zijn er op 9 augustus zijn we er weer. Als dat op een woensdag valt en ook van de woensdag voor de competitie. En dan, je kan het Sparta wel blijven volgen via Rijnmond. Natuurlijk op dat oefenprogramma heb ik nog... doorgekregen, het laatste oefenprogramma. 7 juli Bergambacht, 14 juli PEC Zwolle, 22 juli Zultewaregem. 25 juli is nog nader te bepalen. 29 juli Willem II. 1 augustus wordt waarschijnlijk ADO. En 5 augustus de familiedag. Tegenstander nog niet bekend. Ik mis er één. Ik mis VOC, de John Kerstel bokaal mis ik. Heb ik niet van Sparta doorgekregen? Nee, weet ik. Die is er volgens mij niet dit jaar. Maar... Nee, en geen RVAV. Maar vooral missen we Europa. We gaan dus definitief niet Europa in. Ook geen oefenwedstrijdje, maar dat had dus ermee te maken, had Gerard vorige week uitgelegd, met het feit dat er mogelijk wel Europees voetbal gespeeld zou gaan worden. Maar dat is dus op een haartje na net niet gehaald. Ik start de eindlieder in. Wat een seizoen was het, hè? Ja. Het was het. Ongelooflijk. Het was het, jongens. Het is ook een einde van een podcastseizoen. We hebben echt hard gewerkt. Het knoontje was toch Sparta-Utrecht? Ja, zeker. Ja, dat was de mooiste wedstrijd. Maar we hadden zoveel mooie momenten. Hing jij ook in de dakrand toen die laatste pingel gestopt werd? Ik stond te filmen en juichen. En mijn dochter, ik heb ze nog nooit zo hard horen grillen. Echt fantastisch. Echt magistraal. Ja. Mooi. Echt, en dan 2 keer van Excelsior winnen. Oh, dat was ook zo lekker. Toch nog even. Op het allerlaatst. Oh, toen heb ik ook zo hard gejuicht. De snelste goal ooit op het kasteel. Ook nog. Ook schitterend. Wij bedanken iedereen die heeft gekeken en heeft geluisterd. Die op de stoel van Jos heeft gezeten. Maar jij natuurlijk ook bedankt, Jos. Jij zelfs 2 keer. Graag gedaan, jongen. Niet alleen omdat we je gezellige gozer vinden, maar ook omdat je nog wat te melden hebt. Dankjewel. En wij zijn er dus binnenkort weer. Bedankt voor al die leuke momenten. Op naar weer zo'n mooi seizoen. Dag. Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!